luisteraar, goedemorgen. Dit keer officieel vanuit de uitzendstudio's van de SRS aan de Sjaak van Heerstraat. Daarnet was ik dus in een kort gesprek met Carlos Pinas, die vandaag ook voor de techniek zorgt. Ik doe dan de presentatie van de koffiepraat voor deze donderdag 19 oktober. Ik zei het al eerder, we hebben vandaag de heer Carlo Lansdorff, die vandaag dan onze hoofdgast is. Samen met ook nog een andere persoon die nog niet is aangekondigd. Maar zo dadelijk krijgen we dan de naam van die persoon. Want er is een activiteit op komst. En daarover zullen we dus met de heer Lansdorff praten. Want het een en ander is dus dan in voorbereiding. De actualiteit nemen we dus met u door. We hebben dan gekeken naar de ochtendblad of ik het ergens zou zien staan. Maar ik heb dat niet gezien, maar ik heb het wel op het internet gevonden. En dat heeft te maken met de CONCACAF Nations League. De groep A, de League One, League A. Is Suriname dus niet doorgegaan naar de volgende ronde. Maar we hebben toch wel een uitzonderlijke prestatie neergezet. In die zin dat in de beste 11 van de Nations League, dus het elftal dat is gepresenteerd door de CONCACAF zelf, is dan Miyenti Abena is dan erin opgenomen. En hij is, is een prestatie, vind ik, voor Suriname, dat in de beste 11 van de Nations League Miyenti Abena is opgenomen. En wilt u het zelf ook nalezen, dan kunt u de website van de CONCACAF dus opslaan en dan even inkijken van hoe het dus daarmee zit. Met Suriname die in de derde positie is geëindigd in groep A is dat. Maar een speler van ons die zit dus bij de beste 11 van de CONCACAF Nations League. En dat is dan de A-league van de CONCACAF. Dat is hem dan. We hebben dus ook nog een aantal andere zaken die we met u zullen doornemen. Dat is dan ook in de actualiteiten, nemen we dat door. Minister Riad Noor-Mohamed van Openbare Werken, die is ingegaan op vragen van journalisten, waarbij me vragen zijn gesteld over de bouw van het hoofdbureau van de politie, over die van de Nationale Assemblee, verder ook nog de bouw van markten. En eigenlijk wordt hem dus gevraagd van, maar hoe zit het eigenlijk met de openbare aanbestedingen? Wordt er niet te veel geld voor uitgetrokken? En allerhande vragen zijn hem gesteld. En ook van ja, in deze tijd moeten we dus nog zoveel geld investeren in de bouw van een vergaderruimte voor de Nationale Assemblee. En ook is nu ook bekend dat de UNESCO een beetje moeilijk doet. Want ze zijn het niet echt helemaal eens met de gang van zaken rond de bouw van het kantoor van de vergaderzaal van de Nationale Assemblee. Minister Noor-Mohamed die heeft een aantal sterke uitspraken gedaan bij het beantwoorden van deze vragen. Bij de algemene is er wat anders. Er is een procedure ingezet voor aanbesteding. En je hoeft daar niet altijd mee eens te zijn, maar men heeft vragen gesteld en die vraag zal beantwoord worden. Daar is niets geheims aan. En we zullen dus antwoord geven op hun vraag. En ze willen weten wat de rol is van de ORAG? Dus laat me het even uitleggen, want misschien weten sommige mensen het niet. Of doen sommige mensen alsof ze het niet weten. Aanbesteden in Suriname worden al jaren aanbesteed. Deze regering is gekomen en heeft het gedoe van aanbesteden ook openbaar gemaakt. Vroeger had je te weinig openbare aanbestedingen. Er waren vooral onderhandse aanbestedingen. Niemand heeft toegeklaagd. Bij deze regering hebben we gezegd goed bestuur, democratie, meer betrokkenheid, meer participatie. En we hebben dat ding van openbare aanbesteding openbaar gemaakt. Laat dat ook duidelijk zijn. Dan heb je dat het advies wordt gegeven. De minister geeft ook advies. Maar dan heb je de ORAG die het finaal advies geeft. De ORAG bestaat al tientallen jaren. Ik kan met zekerheid zeggen dat die ORAG vanaf
de jaren 90 bestaat, misschien zelfs 87 hoor. Dat kan ik met grote mate van zekerheid. Dus vanaf toen bestaat de Onderraad van Gunningen. En dat is het laatste orgaan die bepaalt naar wie een bestemming gaat. Naar wie de gunning gaat. En je mag natuurlijk in elke fase, mag je inderdaad vragen, als je niet eens bent, het mag. Dat gebeurt soms ook, dat mensen vragen stellen, dat ik soms zeg, weet je wat, laat me dat toch aanhouden, of laat me dat terugroepen, laten we dat herbekijken, dat kan gebeuren. Ik denk, in die per jaar heb ik misschien 2, 3, 5 gevallen uit de 100 die ik terugroep om her te bekijken. Maar is het u bekend op grond waarvan de ORAG dat van consortium Dundas en Kersten Alginko heeft afgewezen dan? De voorzitter van de ORAG is de VP en natuurlijk zijn er wat ministers bij. Dus die vraag voor de afweging zal door de voorzitter van de ORAG beantwoord moeten worden. Ik ben voorzitter van de OE-commissie. Die vragen beantwoord ik. Ja, maar dat doet niet in afstemming met u? Nee. Dus dat zeg ik. De ORAG is de laatste dingen die besluiten nemen. Minister, met betrekking... Dat is voor alle projecten zo, laat me dat zeggen. Dat is voor alle honderden aanbestedingen die elke ministerie, ook OE, die gaan allemaal via de ORAG. Minister, met betrekking tot de bedragen die worden uitgegeven aan het bouwen van de vergaderzaal. De samenleving vindt, waarom wordt er nu zoveel geïnvesteerd in de vergaderzaal, terwijl de gemeenschap aan het doodbloeden is? Bent u het eens met die opmerking? Kijk, de vergaderzaal kost natuurlijk wat. En dat wordt in fases betaald, dus er is geen druk. Natuurlijk heeft iedereen het moeilijk, maar de verlichting komt nu ook al. De koers is stabiel. De subsidies komen, de salarissen worden op tijd betaald, stichtingen krijgen hun geld op tijd. Schoolkinderen denken ook aan. De regering heeft een sociaal programma. Het komt goed. We hebben in elk geval heeft deze regering die neergang stop kunnen zetten. Toch? Vele mensen hadden gehoopt dat dit land failliet moest gaan. Maar deze regering heeft het kunnen stopzetten. Dat is een grote pluim. Iedereen moet blij zijn dat dat gebeurd is. Want als we deze keuze niet hadden gemaakt, waarom zou iedereen vandaag vluchten uit Suriname? Laat dat duidelijk zijn. Daar gaan we geen politiek over spelen. Wat het hoofdbureau van politie betreft en het parlement, daar ga ik wel een andere pet opzetten. Dat zijn wel de fundamenten voor herstel van de rechtsstaat. Toen deze regering kwam, of iedereen weet dat de rechtsstaat helemaal verwaarloosd was, vernietigd was. Deze regering, en ik weet de president, heeft als eerste die rechtsstaat hersteld. De wet van de rechters, rechterlijke mag in orde gemaakt, de voorzieningen hersteld, is als eerste gebeurd. Zodat als burgers een probleem hebben, kunnen ze bij de rechter gaan om hun gelijk te zoeken of ongelijk. Dit is het traject. De politie, alles kapot, leger. Gaat u maar aan de ministers vragen wat voor park ze hebben aangetrokken. Helemaal kapot gemaakt. Maar er was wel een helikopter uit Rusland gehuurd. Die mensen die vandaag gillen moeten hun mond dicht houden. Het moeten de laatste mensen zijn die praten. De laatste mensen moeten het zijn die praten over hoofdbureau en DNA. Dan het volgende. Een land dat geen goede rechtsstaat, geen veiligheid heeft, is een land dat naar de verdoemenis gaat. Wanneer je ziet dat er oorlog gevoerd wordt vanaf in de wereld, moet je afvragen of er daar wel democratie was en rechtsstaat. Daarom gebeurt. Dan mag je wolkenkrabbers hebben. Je mag geweldige wegen hebben. Je mag geweldige zalen hebben. Geweldige politici. Maar als je rechtsstaat en democratie in place is, dan zullen criminelen je land overrollen. Dan zullen terroristen je land overrollen. En ik ben eens. Ik heb geen lening genomen om DNA te bouwen. De vorige heeft lening genomen om DNA te bouwen. Ik heb gezegd, dit is iets van ons volk. We zullen bloedgeld, zweetgeld moeten gebruiken. Om deze twee gebouwen te herstellen. En ik sta er persoonlijk achter. Als persoon, als VHP'er, als minister van OE. Die rechtsstaat moeten we herstellen om het volk te beschermen. Deze twee gebouwen komen er. Toch? We gaan ons bloedgeld gebruiken, zweetgeld. Want we zijn vergeten dat deze twee gebouwen in brand zijn gevlogen. Of het opzettelijk gedaan is of niet, weet ik niet. Maar mij is verteld dat deze gebouwen in brand zijn gestoken. Toch? De mensen die tegen dit zijn, die moeten wel weten dat we allemaal het prijskaartje moeten betalen. En het prijskaartje is zwaar, ja. Maar de rechtsstaat herstellen is zwaar, kost veel geld. En de regering heeft besloten, die rechtsstaat is belangrijk. En de mensen die...
schreeuwen om de Tutlifo-markt? Tutlifo-markt gaat niet ver, OE, dat gaat ver dingen. Ik kan je wel zeggen dat markten in het beleidsprogramma waren van de regering. Wij hebben als VHP beloofd in het regeringsprogramma dat markten aangepakt worden. Daarom weet u nog dat de markten vallen onder het ministerie van Ros. Laat me dat ook duidelijk zeggen. Ik heb initiatief genomen omdat ik toevallig van de VHP ben en wij hebben het beloofd in ons verkiezingsprogramma. Het staat zwart-wit. Dat wij markten zouden upgraden. Daarom hebben we de expression of interest gehouden voor de markt. Centrale markt, helaas heeft niemand meegedaan. Expression of interest gehouden voor de markt van Nikeri. Daar zijn 3 gegarandeerd. Ik ga komende zaterdag naar Nikeri om te praten met de investeerders. Zodat ze een final bot kunnen doen. En er zijn ook markten zoals, je hebt gelijk, Tutlifo, Quatamarkt, etc. Quatamarkt hebben wij geholpen met de verkeersveiligheid daar. Toch? Markten hebben wij beloofd. Als we niet eens iets kunnen doen, dan hebben we het volk misschien voor de gek gehouden, zou je kunnen zeggen. Toch? De markt is prioriteit. Toch? School is prioriteit, gezondheidszorg is prioriteit. Zo moet je dat zien. Toch, maar de markt hebben wij niet aanbesteed. Dus dat valt onder het kabinet van de president. Dus als je detailvragen hebt, zou je even naar daar moeten gaan. Ik kan je niets verder vertellen. Dan. En dat zei dan de minister van Openbare Werken, minister Riyad Noor Mohammed. En ja, ten aanzien van de rechtsstaat zei daar dus heel duidelijk over. Ja, hij heeft zijn mening dus daarover gegeven. We blijven nog even bij de actualiteiten. Gisteren is er een wekelijkse raad van ministers gehouden. En nog voor die RVM is het dan zo dat de journalisten, collega's, die kregen dan de gelegenheid om vragen te stellen aan de diverse ministers. En minister Hindriat Urayikit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, die moest ook een aantal vragen beantwoorden. U weet dat via dat ministerie, dat van de sociale bijstand en de koopkrachtversterking loopt. En er is iets in de media verschenen waarbij een bedrijf gelden zou hebben ontvangen het ministerie van Sociale Zaken, koopkrachtversterking. En dat ding zit niet goed. Het zit helemaal niet goed. En de minister die moest die vragen beantwoorden gisteren. Wat ik vandaag op tafel wil leggen zijn 3 zaken. Er is rondgegaan vanuit een lokale dagblad dat er een oneigenlijke overmaking, oneigenlijke storting heeft plaatsgevonden. En er is sprake daarvan, apart van oneigenlijk, naar een bedrijfsrekening. 3 zaken die ik op tafel wil leggen zijn: 1, dat wij vanuit het ministerie, maar zowel ik als persoon natuurlijk, als het gaat om corruptie, dat niet tolereren. Dat is 1. Reden waarom? Omdat wij gaan voor transparantie en goed beleid, goed bestuur. Vandaar dat wij vanuit het ministerie allereerst meteen, om het zo te zeggen, een onderzoek hebben ingesteld. We hebben niet alleen de politie dan ingeschakeld, maar we hebben ook ervoor gezorgd dat er een schrijver is gegaan naar KLAT. En bij deze wil ik dan KLAT, als de politie, de autoriteiten, dan de ruimte geven om het onderzoek dan te doen. Dat is 1. 2. Als het gaat om, laten we ook even gaan naar het artikel zelf. Wil ik even aangeven dat het ministerie niet van plan is af te gaan op anonieme berichten. Maar, ik benadruk dat gedeelte, we gaan niet af op anonieme berichten. Maar als we kijken naar het probleem, er is gesproken over een oneigenlijke transactie, moeten we natuurlijk werk van maken. Apart van de autoriteiten de ruimte geven om hun onderzoek te doen, waarbij we daarna aan de hand van de resultaten verder kunnen handelen, hebben wij van het ministerie ook verder gekeken wat of hoe zou het zitten en wat zou zo'n case kunnen betekenen. Wat ik wil aangeven is dat behalve punt 1 dat we het niet tolereren, punt 2 dat we niet afgaan op anonieme berichten, is dat punt 3 elk verzoek, elk aanvraag bij deze koopkrachtversterking, dat elk aanvraag een persoonlijk aanvraag is. Een persoonlijk aanvraag betekent dat de aanvrager die graag je aanmerking wil komen voor koopkrachtversterking, ervoor moet zorgen dat 1. Zo, een aanvraagformulier is ingevuld. Nogmaals, een persoonlijk aanvraag. De documenten worden overlegd conform wat daar gevraagd wordt. En uiteindelijk een bankrekening aangegeven moet worden door de persoon die aanvraagt.
Aan de hand daarvan wordt dan verder verwerkt. Het is dan ook belangrijk om aan te geven, apart van persoonlijk in te vullen, persoonlijk aanvraag te doen, is er ook een clausule meegenomen. Dat uiteindelijk de persoon moet gaan tekenen naar alle waarheid ingevuld. En dat we ook aangeven dat als het niet zo is, dat er natuurlijk dan ja, regels en wetten zijn om de zaken dan aan te pakken. Consequenties zijn. Bij het geheel, als we praten dan over veiligheidskleppen, want het is dan belangrijk dat de samenleving weet dat we veiligheidskleppen hebben eigenlijk mogen plaatsen, mogen implementeren, is dat niet alleen dat u als aanvrager persoonlijk ervoor zorgt dat uw informatie erop staat, is dat twee, bij het invoeren, bij het digitaliseren van het geheel, dat de invoerder ook meteen screent voordat het dan wordt ingevoerd in ons digitaal systeem. Dat betekent dat er daar al wordt gescreend. Ten tweede, als het eenmaal is ingevoerd, gaat het dan richting onze beoordelingscommissie, bestaande uit deskundigen, die ervoor zorgen dat zij de beoordeling doen. En daar wordt er strak gekeken. Vandaar dat we een tijdje geleden hoorden van luister, er zijn een paar mensen afgewezen en bepaalde mensen zijn goedgekeurd, afhankelijk van of ze voldeden of niet. Dat is dan de tweede veiligheidsklep. Nadat het is goedgekeurd, komt hij dan op een datalijst. Want we gaan dan niet meer werken alleen met namen, maar ook met ID-kaart en noem maar op. We sturen het dan, de data eigenlijk, naar onze financiële afdeling. En onze financiële afdeling, nadat het is goedgekeurd, nadat er een screening is gebeurd bij zowel de persoon die invoert als de beoordelingscommissie, dat daar ook controle wordt uitgevoerd. Dus drie veiligheidskleppen vanuit het ministerie, behalve van de persoon zelf, waarbij zo'n aanvraag persoonlijk is. Van daaruit gaat het dan naar eigenlijk bij de bankinstelling die ervoor moet zorgen dat overmaking wordt gedaan. Dus ik benadruk, aan de hand van de informatie, uw aanvraag, wat overal zo is, waarbij u nodige documenten dan aangeeft, dient u ook uw bankrekening te geven. Als u geen bankrekeningnummer hebt, dan zijn wij er ready voor om u te voorzien van moneykaarten. En dat is ook wat wij momenteel doen. We zijn overgestapt van de normale distributie naar de acute distributie. Dus we doen alles op alles, zelfs met nadistributiedagen, de hoofdkantoor AOV, om ervoor te zorgen dat de mensen in aanmerking komen voor hun gelden. Het is dan jammer dat er op zo'n manier een deuk wordt gelegd op dit project. Het project koopkrachtversterking die bestemd is om de begunstigden die sociaal zwak zijn te ondersteunen. Van mijn kant uit aan de media vraag ik, laten we de ruimte geven aan de autoriteit om hun werk te doen. Aan de hand daarvan kan ik u meer informatie verschaffen. Maar ik kan u alvast zeggen, ik heb u net medegedeeld van de drie veiligheidskleppen. En dat elk aanvrager persoonlijk hun aanvraag indient. En dat zij ook verantwoordelijk zijn voor de aanvraag die zij indienen. Maar aan de hand daarvan, van uw gegevens, zullen wij degene zijn die dan verder zullen werken. Om u te voorzien van uw koopkrachtversterking. Dus dat zijn de drie punten eigenlijk die ik graag even op tafel wil leggen. Naar de samenleving toe, want nogmaals, wij zullen niet tolereren dat er corruptie is. En we zullen ook niet tolereren dat er een deuk wordt gelegd op het project dat bestemd is, dat positief bestemd is naar de samenleving toe, ten aanzien van koopkrachtversterking. Ja, en dat zei dan minister Uraikit Ramsaran, een hot topic nu. De regering, de overheid, die is dus bezig met koopkrachtversterkende maatregelen naar de gemeenschap toe. En daar lijkt erop alsof er misbruik daarvan wordt gemaakt. Of er nou ambtenaren daarmee bezig zijn, valt nog te bezien. In ieder geval is het dus doorgestuurd naar de politie. En dan zal er een grondig onderzoek hierin komen. Want gelden die bestemd zijn voor individuen die een aanvraag hebben ingediend, die zijn terechtgekomen op rekeningnummers van bedrijven. En de minister die zegt het heel duidelijk van wij hebben geen bedragen, gelden overgemaakt naar verkeerde rekeningnummers. Dus iets klopt niet, iets zit niet goed. Nog steeds de actualiteiten. We zijn dus in afwachting op onze gasten die dus moeten komen. En het heeft allemaal te maken met de kinderen van het Licht Ministries die iets prachtigs gaat presenteren de komende dagen. En wel van 24 tot en met 26 oktober. We blijven nog even bij eigenlijk vroeger zeiden we op de stoep, maar nu is het bij het regeringsgebouw, het Franklin Asset-gebouw, waar we ook als journalisten de gelegenheid hebben gehad
om een aantal vragen te stellen aan de waarnemend president van ons land. Zijn excellentie, waarnemend president Ronnie Brunswijk. En hij is ingegaan op een aantal vragen die te maken hebben met drinkwatervoorziening, onderwijs in het binnenland en ook nog zaken die te maken hebben met de kwikvervuiling. Dat te maken heeft met de kleinschalige goudwinning. Ik heb vanaf het moment dat heeft gezegd van kiesregel moet aangepast worden, heeft de ABOP een strategie aangepast. En natuurlijk heb ik duidelijk gezegd dat we het niet eens zijn met wat betreft de wijziging van de kiesstelsel. En je weet het, Suriname is het natuurlijk het democratische land, een meerderheid bepaald. En het parlement heeft unaniem het besluit genomen om te wijzigen, om te gaan naar één kiesdistrict. Dus we are ready. Met betrekking tot de 75.000 SGD die nieuwe partijen zouden moeten betalen om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen, bent u het eens met die stelling, want hoe je eruit op dit niet moet een kans kunnen krijgen? Ik moet weten dat een initiatiefwet is van het parlement. Natuurlijk ondersteunen wij als regering dat ook. Er moet een nieuwe succes komen en daarin hebben zij gemeend in meerderheid om te komen tot 57.000, dan gaan we ons daaraan houden. Ja, vooral de kleine partijen. Bestaat een kleine partij? Partij is partij. Natuurlijk is het praat over kleine partijen. Ik praat niet over kleine. Op het moment dat je een politieke partij opricht, is het een partij. Partij is partij. Dus als partij A zich daaraan moet houden, moet iedereen zich daaraan houden. De minister van Volkszorging heeft onlangs een ernstige bezorgdheid uitgesproken over onder andere de situatie in de goudvelden met name. Maar ik heb ook gehoord dat ook in de binnenstad bij gevaar lopen door al die quickdampen die nu worden uitgesloten. Alleen lang wordt er gepraat over die ordening die moet komen. We hebben een minimale dracht geadviseerd, zijn president. Maar het komt maar niet van de grond. Dus wat zegt u tegenaan die geringe zorgdheid? Nou, natuurlijk, kijk. De wetenschap is zover dat men kan zeggen van wat voor gevaar je kan oplopen. Wanneer je hier, niet alleen in het goudveld, maar wanneer je hier goud opkoopt en hier verwerkt wordt, dan zie je dat die kwikdamp ook de luchtruim ingaat. En ik weet geen raad daarvoor. Dus de deskundigen die daarvoor iets weten, moeten iets daaraan doen. Vooral mensen van volksgezondheid moet dan met een programma komen. Dus in ieder geval was het de bedoeling van deze regering om te saneren, om te gaan naar zo'n minimum, om de damage te beperken. Maar in ieder geval we zien dat tot vandaag ook geen vermindering komt. Wat is er ook stap worden om bijvoorbeeld veiligere manieren te gaan, bijvoorbeeld die goudwinning, ook dat is nog steeds niet van de grond. Dus in ieder geval wat ik heb gezien, wanneer je praat over duurzame ontwikkeling van goudwinning, dat betekent dat de regering daarin moet gaan investeren. Als je het overlaat aan die kleine man zelf, dan komt er niks van. In ieder geval, de ordening moet beginnen bij de regering en de regering moet dan bijvoorbeeld inkomen om de nodige equipment die daarvoor nodig zijn, bijvoorbeeld voor de kleine man aan te schaffen. Dus met betrekking tot onderwijs binnenland, er wordt al heel vaak gesproken daarover en er wordt gezegd, ja, er zijn worden modellen toegepast, er zijn oplossingen. Maar tot dusver zijn volgens mij alle scholen operationeel in het binnenland. En wanneer we de vragen stellen over hoe het staat met de ontwikkeling, dan hoorde toch wel soms vragen naar worden. VP, wat moet er uiteindelijk gaan gebeuren om toch wel het onderwijs te kunnen garanderen in het binnenland? Kijk, dat is een probleem die zich jaren hebben opgestapeld. Het is een probleem van deze 3 jaar. Het is een probleem van jaren. En je weet dat zelf binnenland is helemaal uitgestrekt. En om dit te doen, helemaal onderwijssysteem, helemaal te normaliseren, dan moet er echt een goede studie. Maar wat je nodig hebt om dit te doen, is financiën. Ja? En soms heb ik hier gezien dat er zoveel goedkeuring wordt gegeven aan financiën. Financiën moet geld vrijmaken, maar uiteindelijk komt er niks van terecht.
Als je geen geld hebt, ga je niet kunnen ordenen. Wat betreft onderwijs, daar moet de regering heel veel geld in pompen om dit te ordenen. Maar als dat niet het geval is, dan zie je dat er bepaalde scholen in het binnenland, die maar één lokaal, zoveel kinderen in een klas, geen onderwijswoningen, geen adequaat verblijf voor deze mensen, dan krijg je dit. Dus moet men dan van de begroting dat van onderwijs herzien worden met betrekking tot het binnenland, als we dan elk jaar weer ditzelfde dingen mogen? Ja, maar dat moet de minister begrijpen. Je hebt een minister daar die nu alles weet van onderwijs. Ik heb ook veel met hem gesproken. Hij zegt, hij komt met een programma, hij komt met een plan. Dat gaat niet op de ene dag van de ene naar de andere dag. Maar er wordt eraan gewerkt dat we uiteindelijk na een paar jaar, maar net na deze jaar of dit jaar, maar na een paar jaren dat wij kunnen gaan naar normalisatie, dat we naar dezelfde niveau kunnen gaan. Maar daarvoor zijn er heel veel inspanningen die gepleegd moeten worden. Ja? Ja, er moeten veel inspanningen gepleegd worden. Onze waarnemend president Ronnie Brunswijk, die dus een aantal vragen van journalisten gisteren moest beantwoorden. In onze nieuwsuitzendingen komen we dan daarop terug. Nog steeds de koffiepraat op deze donderdag. Het is donderdag 19 oktober. Morgen, voor de duidelijkheid, dat is een huishoudelijke mededeling dat ik doe. Morgen is er dan geen programma, want het is morgen een Nationale Vrijdag. En op Nationale Vrijdagen dan komen dit soort van actualiteitenprogramma's dus te vervallen. En dan is de volgende koffiepraat maandag aanstaande om 8 uur. Voor vandaag hebben we uitgenodigd Vincent Lansdorff. Zeg ik het goed? We hebben uitgenodigd Vincent Lansdorff. Hij is de trekker van de School of Prophets en ouderling van Kinderen van het Licht Ministries. En daarnaast hebben we ook nog Barbara Lansdorff, First Lady van de Kinderen van het Licht Ministries. En het onderwerp waarover we gaan praten is Apostolic Prophecy Three Nights Conference 2023. En Barbara Lansdorff, die is al hier bij ons. Zij is de First Lady van Kinderen van het Licht Ministries. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Mag ik zeggen goedemorgen, Barbara? Ja, zeker. Of moet ik zeggen goedemorgen, zuster nee, Barbara? Je mag zeggen Barbara. Oké. Of wat betekent First Lady in dit geval? Want dat ben je. Ja, First Lady is de benaming die men heeft gegeven aan de vrouw van de voorganger van de ministry. Ja. En in dit geval is het apostel Carlo Lansdorff. Mm-hmm. Dus ik ben de vrouw van Carlo Lansdorff. En ja, de vrouw noemen ze dan meestal de First Lady. Ja. En hij komt er? Nee, Vincent, zijn broertje, komt. Die komt er. Ja. Want ik zou bijna willen vragen, maar dan, waar hebt u hem gelaten? Nee, Vincent is de trekker van deze activiteit. Dus ja, ja. Kinderen van het Licht Ministries. Ik heb altijd gekend, jullie altijd gekend van Stichting De Stem. Is dat gaan veranderen? Klopt. Stichting De Stem geniet inderdaad meer bekendheid in de Surinaamse samenleving als opvangcentrum voor verslaafden. We zijn begonnen met verslaafden, maar nu is onze doelgroep uitgebreid naar andere kwetsbare groepen, zoals jongeren met gedragsproblemen, vrouwen met sociaal-maatschappelijke problemen, huiselijk geweld, ook mannen met een psychiatrische aandoening. Ja. En ook ex-gedetineerden. Ja. Dus door de jaren heen zijn we onze hulpverlening gaan uitbreiden. Moet ik begrijpen dat Stichting De Stem er eerst was? Of was Kinderen van het Licht Ministries er eerst? Kinderen van het Licht Ministries was er eerst, een jaar ervoor. De ministerie is opgericht op 1 juli 1996. En De Stem is een jaar daarna in 1 april 1997 opgericht. Ja. Kinderen van het Licht Ministries is dus de gemeente. Van daaruit is het werk dus van De Stem ontstaan. En de afgelopen jaren is de gemeente een beetje op de achtergrond geweest. Maar nu willen we dus meer aandacht geven aan de gemeente. Ja. Omdat mensen de naam van de gemeente meestal niet kennen.
En we hebben dus dit jaar een aantal activiteiten gehad in het kader van de Profetenschool. Het is begonnen met een conferentie in januari, eind januari. Hadden we dus een profeet, de directeur van de Profetenschool uitgenodigd om een dienst te doen, zodat we kennis konden maken met zijn bediening als profeet. Ja. En daarna hebben we dus de school gehad. Het is een school dat eigenlijk een aantal maanden duurt. Maar vanwege de afstand vanuit Guyana komen naar Suriname, hebben we dus toch een model gevonden om het in 3 weken te kunnen doen. En dat was in de laatste week van mei, laatste week juni en laatste week juli. Ja. Hebben we dus de school gedraaid. En er waren 41 participanten en 1 is uitgevallen. Dus we hebben 40 die door de eindstreep hebben behaald. En aan het eind van zo'n school heb je dan een certificaat uitreiking, graduation noemen ze het. En de oprichter van deze school, James Duncan, hij vond dus dat hij dus persoonlijk erbij wilde zijn om deze graduation te doen. Maar daaraan gekoppeld ook 2 dagen een opbouwconferentie te houden. Waarom zo'n opbouwconferentie? Meestal om datgene dat is gedoseerd, om dat verder kracht bij te zetten, om verder toerusting te doen naar de groep toe, maar ook naar de samenleving toe. Dan koppelt men dan zo'n conferentie daar. Ja. Kinderen van het Licht Ministries, die gaan dus bezig zijn van 24 tot en met 26 oktober. En ik zit me af te vragen, Kinderen van het Licht Ministries, is het een grote gemeente? Is het een gemeente in ontwikkeling? Waar staan jullie precies? We bestaan er al 27 jaar. Ja. Dus we zijn een redelijke gemeente die dus haar bestaansrecht heeft getoond. We hebben 5 afdelingen. 1 Paramaribo, 2 in Para, Kopieweg en Bijlootweg, 1 op Reeberg. En we hebben ook eentje, daar geven we koffering aan, zeg maar. Dat is een gemeente die zichzelf is gesticht, maar daarna zich heeft aangesloten bij onze ministerie. Ja, en onze gemeente, gemiddeld 60 tot 70 mensen komen dan wekelijks op de zondag bij elkaar voor de opwekkingsdienst en op de woensdag hebben we dan bidstond en bijbelstudie. Een bijbelstudie. Ja. Dat is dus normaal wat een gemeente doet. Maar toch doen jullie veel meer in de gemeenschap met Stichting De Stem. Stichting De Stem. Klopt. Die van Kopieweg. Ja. Laat me een beetje meer weten van die van Kopieweg. Kopieweg is ontstaan in, we hebben dat perceel gekocht. En daarna hebben we na een aantal jaar, zeg maar 5 jaar, want het was alleen maar bos. En hebben we uiteindelijk een fonds van de EU gehad. Dus hebben we toen een gebouw neergezet. En vanwege de afstand is het moeilijk om steeds te pendelen van Paramaribo naar Para, vanwege de transportkosten. Ja. En je moet ook personeel daar hebben. Dus off en on hebben we de Kopieweg ontwikkeld. En uiteindelijk in 2017, zeg maar, is het echt stabiel. Ja. En hebben we dus ook de groep van psychiatrische mannen. Ja. Zijn we dus gestart met die groep, met de opvang van die groep. Ja, dus nu heb je aan de Kopieweg mannen met een psychiatrische aandoening. Maar je hebt dus ook de bovenverdieping heb je dan vrouwen. Ja. Met sociaal-maatschappelijke problemen. En die we daar huisvesten. En er is een echtpaar nu daar, die daar woont nu. En dus zorg heeft over die groep al. Ja. Ook goed equipped. Ja, zeker. Ze hebben dus eerst hun sporen verdiend in de verslavingszorg, kennis gemaakt met die doelgroep. En gaandeweg, tussen de verslaafden heb je soms ook al, we noemen het mannen met een dubbele diagnose. Dus ze zijn verslaafd en ook nog psychiatrisch. Ja. Dus gaandeweg leer je die ook tussen die groep van verslaafden kennen. En met die bagage dus is dit echtpaar dan nu daar om specifiek gericht aandacht te geven aan de groep. Hoe,
komen deze personen die worden opgevangen, ja, komen ze wel terug in de maatschappij? Met name de verslaafden komen terug in de maatschappij nadat ze een programma van 18 maanden hebben doorlopen. Sommigen blijven langer omdat ze zeggen van ik voel me nog niet ready, ik wil nog even beschermd blijven wonen. En anderen gaan dan terug naar hun gezinnen of starten een nieuw leven. En onder de psychiatrische mannen heb je dat nog niet zozeer omdat ze echt heel lang die aandoening hebben en dus moeten ze gaan leren om zelfstandig te worden. En dus die groep blijft dan veel langer dan de verslaafden. Ja. En, we streven ernaar. Ja. Een van onze doelen is om een, we noemen het een sociale woningbouwproject op te zetten. Mm-hmm. Specifiek gericht naar deze doelgroepen. Omdat als ze teruggaan in de maatschappij, ze hebben een baan, kunnen ze soms de huur niet betalen vanwege het feit dat de huur te hoog is. Ja. En wij willen dus dan woningen opzetten waar ze tegen een betaalbare huurprijs kunnen wonen. Ja. En dus ook een stukje zelfstandigheid kunnen ervaren. Ja. Medisch is ook aangetoond dat bij drugsverslaving ook een hersenbeschadiging kan optreden. Ja. Ja. En dat men dus niet echt terug kan in de maatschappij. Hoe doen we met die groep? Die groep die niet echt terug kan in de maatschappij, die blijven, kan je zeggen, in een soort beschermde omgeving wonen. Mm. Dus die moet je eigenlijk blijven monitoren. Als je merkt dat ze weer een terugval hebben, dan vang je het weer op en dan help je ze weer op weg. Maar je hebt een groot deel, dat is wereldwijd zo, eigenlijk van de groep die je opvangt, 20% kijkt echt helemaal af en gaat niet terug naar het oude leven. Maar een groot deel komt een aantal keer terug. Vooral zij die lang verslaafd zijn geweest. Ja. Komt dan, we noemen ze recidivisten, komen dan een aantal keren. En sommigen pas na 10 jaar herstellen ze volledig. Ja. Dus het is echt persoonsgebonden, kan je zeggen. En je moet echt die wilskracht hebben om door te gaan. En als organisatie ook veel geduld hebben. Ja, zeker. Ja. Zeker, want soms ervaar je, wordt heel veel schade berokkend aan jou als organisatie. Maar wij, vanuit onze overtuiging als gelovigen, zeggen we, de mens blijft waardevol in Gods ogen. En je moet hem steeds weer die kans geven om opnieuw te beginnen. Want wij maken ook fouten elke dag weer. En we krijgen de kans om te herstellen. Dus zo bied je ook aan deze kwetsbare mensen de gelegenheid om te herstellen. We komen er niet onderuit. Yeah. We praten wel over een kinderen van het lichtministries, maar toch wijken we even af om te praten over Stichting De Stem. Zeker. Met alles wat jullie hebben gedaan in de afgelopen periode. Yeah. En ik denk dat Vincent er is. Yes. Vincent Lansdorff, die is er. Goedemorgen, Vincent. Wamushit Odi. Wamushit Odi. Ook van mij kan. Wamushit Odi. Ja. Van Guangai. En de luisteraars ook natuurlijk. Leg ons even uit wat je onderweg is overkomen. Ik ben een motorrijder. Ja. En mijn voorwielbering. Ah, ja. Die begaf het op een gegeven moment. Mm-hmm. En was het even slingeren op de weg. Ja. Maar ik heb dus een goede ziel gevonden. Uh-huh. Waar ik mijn motor of iets kan achterlaten. Ja, en dan gelijk praten over de problemen van alle dag. De abering dat broken hoe, bos toch? Dan, want je monitoren kon bijkijken, dus in alle die Libi, laat en dan begint die struggle zelf. Laat me toch beginnen met gistermiddag. Uh-huh. Ik ben ook slachtoffer geworden van die rukwinden. Ja. Dus daar begon het daar al. Daar begon het al. Mijn hele woonkamer is voor mij dakwaai op. Ja. Maar ik zeg nee, alles gaat door. Ja. En vanmorgen mijn wielbering. Mm-hmm. Nou, en nog zit ik hier. Ja. Ik zie wel wat ik later met het dak doe. Ja, dan ga je maar correctief zitten. Mm-hmm. Dus ga je ook mee zitten bakken. Ja. Ook aan wielbering. Maar ik denk dat we praten over een magere 1300, 1500 SFD. En eigenlijk haal ik dit aan, want vele
Surinamangs hebben deze struggles ook. En op een gegeven moment, ja, among door het toecijfer, hoe het taki, dat want ik daar moet niet nog dek aan die, op was dat niet naar Siberië, maar dat ook toe. En wat leg jij dan uit als voorganger? Als voorganger heb ik een slogan. Kijk, de Heer zegt, zoek eerst mijn koninkrijk. En al de rest zal u gegeven worden. En heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Ja. Wat er gebeurt als je blijft vasthouden aan de Heer, gaan we door diezelfde hete zon wandelen. Mm-hmm. We gaan geteisterd worden door het weer. Mm-hmm. We gaan, allerlei dingen gaan ons overkomen. Maar je hebt één zekerheid. Je komt eraan. Dus dezelfde struggles gaan we meemaken? Ja, want we zitten hier op aarde. We zijn deel van deze wereld. Zonder strijd geen kroon. Mm-hmm. Maar je kroon behaal je als overwinnaar kom je alleen uit de bus met Jezus. Mm-hmm. Alleen met Jezus. Als je het op eigen kracht wil doen, sorry, you're weary. Mm-hmm. You're weary. Ja. Maar dat hier ergens in de Bijbel staat geschreven, degene die op de Heer wachten, vertrouwen, die krijgen nieuwe kracht. Krijgen meer kracht en lopen lang of veel, maar worden niet moe. Mm-hmm. Hij geeft kracht. Ja. Dus het is niet makkelijk, maar ik kan lachen. Je kan lachen. Er zijn meer redenen om hem te prijzen. Micha's song. En Op onthoud ben je, maar nu zit ik hier om te doen wat er gedaan moet worden. En Motegi denk Arkimang van Asan Samesija, en nou wat mek lafu voor gebreda Langsdorf, maar misschien tak na dis nou werkelijk wel lafu. Nee, met plezier toch? Met plezier, ja. Met plezier, omdat Adolfoet idee, dit is nou of de doel dat je bent snel voet idee, en Masrachami kon ja. Ja, wat wordt de betekenis van deze drie avonden? In elk geval, kijk, hoogtepunt ja. Is in principe de graduation day, die derde dag. Mm-hmm. Toch? Voor de studenten. Ja. Ja, die de school hebben doorlopen. Maar als je zo'n profeet op bezoek krijgt, mag je iets verwachten. Kijk, waar er een profeet komt, shift er iets in die atmosfeer. Mm-hmm. Weet je, en wanneer we praten over profetieën kunnen vermanend zijn, maar ze geven meer nog richting. Ze geven je richting. Voor degenen die niet bekend zijn met de christelijke leer, wat doet een profeet? Een profeet die profeteert, die spreekt in je leven. Die gebruikt God. Die gebruikt God om als je kijkt naar het Oude Testament, om zijn voorspellingen te doen. De dingen die hij zal doen, maakt hij bekend door zijn profeet. Ja. We kennen dingen als een glazen bal, moet ik het zo zien? Nou, ik ga gewoon niet met een glazen bal. Nee. Nou, ik weet niet wat ze zien in die glazen bal. Uh-huh. Ik weet wel wat God zegt. Ja. En die meneer... Die glazen bal is door mensen handen gemaakt. Ja, door mensen handen gemaakt. Maar die profeet, die komt... En als ik iets wil weten over mijn leven, dan mag ik erbij zijn. Is dat, bedoel, functiator dat? Kijk, is dat gado nou veelkleurig gado, wat veelzijdig gado. En if je dan in zo'n komma kan draaien, if je in zo'n komma kan draaien, je hebt dan een 100%. Dus alasma, gado, ik heb die alasma voldoende. In was maar die kom. Zodra ik kon dan wel verwacht die gado op was aan die. Je hier was aan het zijn op van Oudo. Altijd. En op een stand dat je arkie van prediking wist naar radio. Of je wist naar tv, je volging. Dan gaat het nog niet was aan. Ja. Waar zullen we bezig zijn, broeder Lanser? We zullen bezig zijn in Logos International. Wel van 24... 25 en 26 oktober. Broeder Rijmen heeft jullie geaccommodeerd?
Helemaal. Ja. Helemaal met dank natuurlijk. Met, ja. met man en macht. Ja, ja, ja. Met man en macht moet ik zeggen. En nogmaals, we zeggen hem heel hartelijk dank. Ja. Van deze plaats uit. En Mas Robles Amarati. Ja. Hoe loopt het eigenlijk binnen de verschillende ministries? Is het een competition of is het een samenwerking? Het is een samenwerking. Het is een samenwerking. Kijk, iedereen heeft zijn eigen taken. Iedereen heeft zijn bediening. En daarom praat de bediening toch? Ja. Dus alles maar abe egi taak. En het is van belang dat no woman gaat op een traman domein. Ja. Toch? Je bent hier, je bent er als omroeper. Die andere man is er als verslaggever. Die man zit bij de televisie. Toch? En zo heb je allemaal je verschillende taken. En zo is het, zo gaat het ook toe binnen het evangelie. Ja, dat is mooi. Ik sprak eerder al met de first lady van de gemeente. Barbara Lanserhoff, die heeft met een en ander ook uitgelegd wat eigenlijk de bediening allemaal is. Stichting De Stem is ook zo, heeft naam gemaakt in de gemeenschap. En eigenlijk heeft dat de gemeente groot gemaakt. Maar de naam van de gemeente was nog niet zo bekend. Eerder was het meer De Stem, maar... Kinderen van het licht. Ministries. Wat gaan jullie in de komende periode doen om, behalve deze activiteit, wat gaan jullie nog meer doen om meer bekendheid te geven aan jullie ministries? Kijk, het is allemaal, het heeft allemaal te maken met eigenlijk zijn we internationaal bezig. Ja, ja toch, want we zijn nu bezig met het oprichten van een gemeente in Guyana. In Guyana, het gebouw staat er al. Binnenkort vertrekt de First Lady samen met de apostel naar Aruba. Daar zullen we ook bezig zijn en wordt er ook een rehab. Ondersteunen, Aruba. Juist, om een rehab te ondersteunen. Een afkikcentrum. In Frans-Guyana zijn we ook bezig met de apostel Alassa. Dus we zijn niet alleen maar op Surinaams grondgebied bezig. Maar wat we hier doen, wat deze profetenschool onder andere zal nu gedraaid worden in Suriname. In Suriname door Surinaamse teachers. Mm-hmm. En we hebben ook nog de School of Christ. Yeah. Elk jaar de eerste week. Van de eerste, tweede week van september trekken we erop uit. Het was in de tijd in Boven Suriname, ja. Samen naar Boven Suriname, ja, de plek, het dorp Nazareth, mm-hmm. waar we ons dan bevonden. En om dan was het dus bidden en vasten en lessen. Ja. Daarnaast zijn er geregeld lezingen en trainingen, allemaal handelende over, want u begrijpt, de Stichting De Stem, die komt voort uit Kinderen van het Licht. Ja. Ja, toch? We hebben eerder met Barbara erover gehad, dat een van de sprekers is apostel Dr. James Duncan, die komt uit de Verenigde Staten, die wilde per se ook hier zijn om het mee te maken. We hebben wel weinig aandacht besteed, of tot nog toe geen aandacht besteed aan de andere guest speaker. En dat is dan profetes Mercy Miles Jenkins. Yes. Wie is dat? Zo, om eerlijk te zijn, Mercy Miles Jenkins. Ik heb een... Het is een heel, 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 heel sterke vrouw. Ik heb er niet lang mee gemaakt. Uh-huh. Maar ze is goed in wat ze doet. Ja. Ze is goed in wat ze doet. En ze gaat ook... Sterke vrouw. Een sterke vrouw. Ja. Alles begint dus om half zeven. Om half zeven. Ja. Goed, wij hebben het dus dan gehoord van jullie beiden.
Is er nog iets dat jullie eraan willen toevoegen aan om het publiek uit te nodigen, om er aanwezig te zijn? Is het dat men ook vooraf moet reserveren? Hoe zit dat? Het is open voor ieder. Ja. En we willen de totale Surinaamse gemeenschap uitnodigen om daar te zijn. Omdat we geloven, als we kijken de richting waarop de Heer ons beweegt dit jaar, in het profetische, dat we zeggen dingen vooraf worden vooraf bekendgemaakt en wij moeten ons daar naar richten. Ja. Dan wil ik ieder uitnodigen om deze Apostolic Prophetic Conference bij te wonen. We zijn er zeker van dat u opgebouwd zal worden en dat datgene dat u nodig heeft, de instructies die u nodig heeft om verder te gaan in uw geloofsleven, maar ook in het leven van alle dag, dat u daardoor zeker een houvast zal vinden. En als het is op het begint op dinsdag 24 oktober tot en met donderdag 26 oktober. We starten steeds om 6:30 in Logos International aan de Koezewijnenstraat nummer 13. En voor meer informatie kunt u bellen op 8232773. Ik ga dat herhalen. 8232773. En nog een nummer, 8974914. 8974914. U bent nogmaals allen van harte welkom. Ja. Ik wil de totale samenleving oproepen. Dit niet voorbij te laten gaan. Waarom? We maken door de moeilijke tijden mee in Suriname. En we hebben richting nodig. We hebben richting nodig. Maar ook bemoediging. Kom. Er is zeker wel iets voor je. Blijf niet thuis. Ja. Er zullen ook lekkere snacks te verkrijgen zijn. En koude dranken. Ja. Bij de bar. Dus ja. Alles aan de dappen. Ja. Ja. Toch, mi want sabiar, want we zijn bezig om Suriname op te richten, toch? We maken dan zoveel mee. Laatst was er dan ook de DC van Paramaribo Noordoost, DC Bolla, die zei van ja kijk, we doen er alles aan om die zwervers, degene de dak- en de thuislozen van de straat te halen. En ja, en op een gegeven moment zie je ze weer op straat. Het lijkt erop alsof drugsgebruik als ze maar toeneemt. Is het een juiste constatering? Wat maken jullie zelf ook mee in het veld? Nou, als we kijken, zien we inderdaad dat er aanmeldingen komen van nieuwe mensen. Nou, mensen die we niet eerder in het centrum hebben gehad. En wat de zwerversproblematiek betreft, er zijn gesprekken geweest om te kijken hoe je deze doelgroep kan onderbrengen, dat ze niet tot overlast zijn voor de samenleving. Het plan ligt er, dus er moet verder gekeken worden hoe daaraan invulling te geven. Er zijn eerder in het jaar of vorig jaar zelfs gesprekken geweest met desbetreffende instanties vanuit de overheid die zich hiermee die zich hierover buigen. Maar het is een stukje invulling daaraan willen geven. Maar dat probleem van de zwervers ga je dus gezamenlijk moeten aanpakken. Mm-hmm. Met de medewerking van, ook van de winkels, zeg maar, overheidsinstanties, maar ook mensen die gaan doneren of voeding en al dat soort dingen. Ja. Dus het moet een ketenbenadering zijn dat je, als je dit probleem echt effectief wil aanpakken, maar je gaat het niet helemaal kunnen uitsluiten. Ja. De mens kan je niet aan banden leggen, dus de mens heeft zijn manier hoe hij zich soms gedraagt. Broeder Lansdorf, de bediening blijft. 100%. Ja, en dat is de core business eigenlijk van Kinderen van het Licht Ministries. Helemaal. Ja, wat mogen deze in de komende periode ook verwachten richting het einde van het jaar? We willen ook nog een Preach and Live the Gospel contest doen onder de jongeren. Ja. Dat houdt dus in dat je jongeren
gaat trainen, klaarmaken om het woord te delen met de ander, prediken noemen we dat. Mm-hmm. Preach is prediken en leven zoals wat je predikt. En we hebben het aantal jaren terug, zijn we ermee gestart. Maar het kwam een tijdje stil te liggen, maar we willen het weer oppakken. En samen met ook andere jongeren van andere gemeentes een contest ervan maken. En daaruit moet er een, dus een winnaar, zeg je maar, iemand is, die het heel mooi. Goed heeft gedaan, uitkomen. En aan het eind in december willen we dus een aantal leiders in de ministerie gaan inzegenen. Als voorganger of als diaken of als oudste. Dus dat zijn de twee belangrijke momenten voor dit jaar. En dan gaan ze ook een eigen gemeente opzetten. Dus ze hebben niet hun eigen gemeente. Ja. Dus ze worden nu ingezegend als voorganger. Goed. Ja. Niet alleen in Suriname, niet in Paramaribo en Wanica alleen, is Kinderen van het Licht ministries bezig. Maar wat we hebben begrepen, ook in Guyana. Ja. Ook op Aruba en binnenkort ook in Frans-Guyana. Het is internationaal dat ze dan bezig zijn. Yes. En ze zijn gegroeid. En dat dus door... het is eigenlijk, het is een zegen. Ja, door de zegen. Ja, dat is zegen. Ik zeg het altijd. Het is een kleine ministerie. En ik zeg het altijd, Gideons leger. Zo noem ik ons ministerie. Ja, we gaan afronden voor deze donderdag. We moedigen u aan om dus mee te maken. Morgen is dan 20 oktober. Is een nationale vrijdag. En het heeft te maken dus met de vestiging van de Chinezen in Suriname. Jap Chinese broer, Masarala Zorf. Jawel. Een flinke portie. Ja, een flinke portie. Dus dan ook een fijne dag aan. Ja, ook een flinke portie van jou. Dank je wel. Ja. Morgen dus Chinese vestiging in Suriname. Er zullen dus heel wat activiteiten worden ontplooit ook nog. Dan hebben we dus zaterdag en zondag. Dat zijn 21 en 22. Maandag is 23. En dinsdag is 24 december. En van dinsdag... Oktober. Ja, oktober. Zo varen we niet, maar... dinsdag, woensdag en donderdag hebben we dan in Logos International aan de Koesewijnenstraat. Gaat dan Kinder van het Licht Ministries bezig zijn. En bezoekt u deze driedaagse conferentie. Including Graduation School of Prophets. We gaan eruit. Tot zover dan de koffiepraat voor vandaag. Goeiedag.